Hallo, ik ben Jesse en ik ga vandaag naar de persconferentie bij de grondstijger van FC Twente. Kom maar mee. Zoals je ziet ben ik nu binnen en Peet bij je niet zit ook. Hoi, goeiedag. Stinken jullie voetbalschoenen ook zo na de wedstrijd? Ja, zeker. Want ik zet ze na de wedstrijd altijd achter in mijn auto. En de volgende dag neemt dan wel eens mijn vriendin de auto mee. En het eerste wat ze dan overklaagt is de lucht in de auto. Dus ja, dat is zeker waar. What about your shoes? No. No? They smell very good. All the time. No, joke, of course, yes. We sweat a lot and we run a lot. And also the grass. So, yes, they smelly. Stink. Wie is je grootste voorbeeld? Ja, ik denk Alderweireld en Jan Vertonghen van de Spurs zijn wel een beetje dezelfde soort spelers. Dus ja, ik zie in hun wel een idool. Ja. Wat is jouw favoriete speler? Messi. Nog steeds? Ja. Messi. Ja, houden we nog even. Ja, snap ik. Ja. Wat zei je? Messi. Oh ja, mooi hè. Wat is je leukste vreugdedansje en wil je misschien voordoen? I don't have one because, you know. No, I don't know. I don't score a lot. if I scored more goals, maybe I would think about a victory dance, but. En hoe is dat met jouw vreugdedansje? Want jij vroeger. Precies. Ik heb geen vreugdedansje, want ik ben keeper. Wie uit het team ga je het meeste om? Nou, ik ga het meeste om met Van der Lely en Brahma, eigenlijk. I spend more time with Christian Gonzalez en Rafik Segnini. That's probably the most. Christian, because I have to translate everything for him. not because I like him. Welke speler vind je of vond je meest vervelend om tegen te spelen en waarom? Luc de Jong was altijd goed. Natuurlijk sterk in de lucht. Ja, ik denk dat dat wel een van de betere spitsen was. I don't like to play against fast players. When they're really fast, I don't really like it. And when they only run, it's annoying. It's really annoying. Then you have to be fast yeah, too. I have to run a lot after them. Vind jij het ook vervelend tegen bepaalde spelers? Nee, want ik ben keeper. Zijn er nog veldspelers hier? Of, Welke taal wordt er gesproken op de training en begrijpt iedereen dat? Ze begrijpen het niet, maar. Nee, het is. vaak in het Engels is het, omdat de meeste Spaanse jongens en Nederlandse jongens dat ook gewoon begrijpen. Dus dat is wel het meeste. There are 3 or 4 guys that only speak Spanish, so. Yeah. That's why I speak a lot of Spanish to help them and to translate. So yet. You have a double job in the yet. Club? Yes. Voetbalplayer en they pay me every month. Well, you get paid more. Very good. I wish. Je mag nu handtekening vragen aan de spelers en dat gaan we nu doen. Picture. Yes. Ja. Alsjeblieft. Het is nu afgelopen en ik vond het superleuk.